Ondertussen probeer ik de camera nog in de gaten te houden, dus zo direct. Wow. Wow! Moet je kijken voor je, waar we doorheen moeten. Uh-oh. Hij maakt een biohuis, het is er echt wel pluis. Hij heeft het zelf gebouwd, van strobalem en hout. Ik ben Peter Simons en ik ben hier met mijn gezinnetje bezig om een biologisch huis te bouwen. Van strobalen, van hout, tweedehands materialen. Heel energie-neutraal en dat probeer ik helemaal zelf te doen. Ja, we gaan isoleren met strobalen. Dus ik heb een houten skelet gemaakt. Daar zitten strobalen tussen de paneeltjes en daar komt leem tegenaan als, om het droog te houden. Nou, eigenlijk moet je aan de buitenkant met strobalen met kalkstukken, want kalk kan wel goed tegen het vocht. En er zijn eigenlijk maar een paar plekken in het huis die zo nat kunnen worden. En daarom doen we hier dat proefje om te kijken of het lukt, want daar kunnen we dus de rest van het huis echt probleemloos met leem insmeren. En leem is veel vriendelijker en veel fijner en veel goedkoper. En leem is gewoon echt geweldig bouwmateriaal. Nou, we willen heel veel gebruik maken van zonnewarmte. En dat betekent dat je veel ramen moet hebben. Maar ramen zijn niet zo goed geïsoleerd als de strobalen muren. Dus een raam moet zich echt gaan verdienen, doordat er wel heel veel warmte overdag in kan. En dat moet meer zijn dan die 's nachts weer extra verliest, zeg maar. Daar moet je balans in zien te zoeken. Dus we hebben de ramen vooral aan de zuidkant. De zon staat nu heel laag en die komt gewoon echt helemaal de woonkamer in. Maar als het zomer is, dan is het al warm genoeg en dan wil je eigenlijk niet te veel zon binnen. Dan staat de zon zo hoog dat het dakoverstek ervoor zorgt dat de zon niet binnen schijnt. Mm-hmm. Nou, dan gaan we hier over. Spannend laddertje. Heel spannend. Je moet het maar durven, hè, zo'n bouw. Gaat niet zo vlot als dat Peter dat doet. Maar het is gelukt. Je kan ook over een bouwtje heen maken. Kom maar. We hebben een heel goed geïsoleerd dak van strobalen. Heb je dat ergens anders gezien? Want strobalen heb ik wel vaker in muren gezien in bouwprojecten, maar eigenlijk nog nooit in een dak. Nee, het wordt afgeraden. Oh. Dus in de praktijk blijkt er meer te kunnen dan de berekeningen aangeven. En het tweede is dat ik boven de stro nog een ventilatielaagje heb. Dus mocht er vocht ophopen, dan kan dat toch wegventileren. En daarmee verwacht ik dat ik het droog genoeg hou, dat de stro gewoon intact blijft. Ook dat is een onderdeel van het experiment. Ja. Houtkloven is iets wat je veel moet doen, dus je kan wel met een bijl aan de slag. Maar je kan het ook net iets makkelijker maken, maar dan wel zonder ingewikkelde technieken. Zonder hydromotoren en weet ik wat voor kloven er allemaal zijn. Ik ga met hele koude handen proberen houtjes te kloven met dit fantastische apparaat. Nou, het is heel makkelijk. Omhoog en naar beneden. Dat is alles? Dat is alles. Maar veel harder. Okay. Veel hoger en dan... Veel hoger, veel harder. Aha. Waarom willen jullie op deze manier wonen? Omdat wij proberen met zo weinig mogelijk geld te leven. Zonder geld wonen komt weer uit dat je gewoon autonoom en autonoom wil leven. En dat gaat heel nauw samen met duurzaamheid. En ik denk dat niet dat dat toevallig is, maar ik denk dat dat gewoon de natuur is die dat zo regelt. Geld doet gekke dingen met mensen als macht en als dat allemaal wegvalt, dan ben je gewoon weer elkaar en ben je weer deel van de natuur. Ik vind zonnepanelen zelf niet zo heel duurzaam. En wat wel heel duurzaam is, is een zonnecollector die maakt warm water. En die kun je gewoon zelf maken van een koper en een leidingje en een pompje en dan heb je gewoon warm water. En dat willen we graag. Gewoon eenvoudige middelen, weinig geld. En toch fijn leven. Heel veel mensen denken duurzaam gaan leven. Ja, maar ik heb niet voldoende geld om duurzamer te kunnen leven. Ja. Heb jij een tip voor mensen die dit... Mijn allereerste tip zou zijn, zorg dat je je hypotheek aflost. En dat je je maandlasten laag krijgt. Want dat geeft heel veel vrijheid. En daar begint het. Als je die vrijheid eenmaal hebt, dan gaat de rest vanzelf. Dankjewel voor de rondleiding en voor het delen van je kennis en inspiratie voor anderen. Ons blog is Ons Ecohuis met een C. blogspot.nl. En onze filmpjes kun je natuurlijk bekijken op findingabetterwaytolive.com en op Facebook. En dan zeggen we tot de volgende keer. Doei! Doei!